Ik ben Marloes en ik heb alles. Hoi, hallo, welkom bij een nieuwe Action Shop blog. Ik ben Marloes, je kent me onderhand wel. Volg me op @marloesbudgetproof. Op Instagram. Dan hebben we dat achter de rug. Ik dacht dat ik vandaag paas ging shoppen. Dus daarom zie ik eruit als een kuiken. Maar ik kreeg een andere hele leuke challenge. Ik ging namelijk op zoek naar alles geel in de winkel. En ik kan je vertellen, dat is gelukt. Ik heb echt een gigantische bon met 80 gele producten. Ik ga er gewoon in een razend tempo doorheen. Oh, ik heb echt kippenkracht. Voordat we gaan beginnen wil ik even zeggen super bedankt voor alle lieve berichtjes. Ik vind het heel leuk om te lezen en blijf vooral komen met al die reacties onder de video's. Doe duimpje omhoog alvast en vergeet je niet te abonneren. Gaan we nu beginnen met alle leuke gele producten. Nou, ik sta dus nu voor de winkel en ik ga op zoek naar alles geel. Geel is niet per se een kleur waar ik in eerste instantie veel naar kijk. Dus ik ben heel benieuwd wat ik tegen ga komen. Ja, dit is geel, maar moet ik dit meenemen? Ah, ik baal nu stiekem een beetje, want ik had heel erg gehoopt dat deze geel waren. Maar helaas, ze zijn wel echt heel leuk voor €1,69. Fantastische mokken. Jongens, is dit geel? Zeg dat dit geel is. Ik vind dit zo lief. Ja, deze is echt verschrikkelijk. Ik sta hier bij het schoonmaakpad en daar is natuurlijk heel veel geel. Maar hè, handig is het wel. Er is eigenlijk nog best wel veel geel. Dat had ik niet verwacht. En met roze wist ik al dat er heel veel was. Maar geel is verbazingwekkend veel. Hij heeft wel een beetje een boekie oor. Ah, dit is leuk. Ik wilde dus stiekem doen alsof ik dit niet zag. Of dat het niet geel is. Het is brandgel. Maar het is geel, dus dat moet mee. Jongens, wat vinden jullie? Telt goud stiekem ook als geel? Nee, zeker. Ik kwam dus deze fantastische bruisballen tegen. En ze hebben glitters. Wauw, voor €1. Nee, minder nog, 99 cent. Ik vind dit vreselijk lelijke ei zo mooi dat ik het gewoon wil hebben. Dit zou ik echt oprecht in mijn huis zetten. Gaat mee. Kijk wat een vrolijke vriend ik hier tegenkom. €3,98. Een volledig glitterkonijn. Dit moet ik gewoon in mijn huis. Ik ben weer verliefd geworden op een ander konijn. Dit zijn cadeaudoosjes. Met mini oortjes en pompommetjes. Zo lief. En ze zijn in twee verschillende kleuren. Ze kosten dus maar 94 cent voor 6 stuks. Dit is toch te lief. Ik dacht dus dat ik het heel bescheiden ging houden met geel. Want hè, hoeveel geel is er nou? Maar wow, ik heb alweer een hele kar vol met geel. Extreem wel. Ja, waar moet ik beginnen, mensen? Het is echt extreem. Ik dacht dat het wel mee zou vallen qua gele producten, maar ik heb even kortsluiting in mijn hoofd. Nou, laten we maar met dit beginnen. Dit ligt bovenop. Het is een theedoek. Het is prachtig. Geel, theedoek. Vloekt lekker met mijn trui. En een bijpassende handdoek. Zowel de keukendoek als de theedoek zijn 99 cent. Ik ga toevallig zaterdag op vakantie. Dus dit is helemaal handig. Het is een nekkussentje voor in het vliegtuig of in de bus, in de auto. Met smileys. Heel erg gezellig. €2,79. Nou, veel smileys ga je sowieso zien in deze shoplog. Want die zijn natuurlijk gezellig. Geel. Dit is een Bluetooth speaker. Deze emoji speaker kost €7,95. Ja, toen ik dit zag had ik gelijk dat visioen toen ik met kerst met dat engelhaar aan de slag ging. Dat was echt een flater. Dit is dezelfde variant, maar dan voor Pasen. Helemaal leuk. Het is dus om mee te versieren, jongens. 67 cent. Nou, laten we dit maar gelijk uit de weg ruimen. Het is schuurpapier. Misschien wist je niet dat Action het had, maar Action heeft ongeveer alles. Bedankt trouwens voor alle tips over hoe ik met dit bonnetje om moet gaan. Want het is voor mij elke keer weer echt een strijd om de juiste prijs te vinden. En helemaal met zo'n hele lap. 4,5 meter voor €1,69. Ja, ik heb dus vrij weinig met Pasen. Behalve met paaseieren die je kan opeten. Daar ben ik echt een groot fan van. Ik ben super benieuwd wat jij doet met Pasen. Laat het me weten in de reacties. De paastak versieren met deze gezellige gele eieren. €1,49. Ik heb weer echt een sexy item. Natuurlatex met katoenen vlokvoering. Nou, wie had dat gedacht? Het zijn huishoudhandschoenen. Super handig om schoon te maken. Ze kosten 46 cent. Yes, lievelings. Chocola. Hoe heette die ook weer? Die je vroeger altijd had. Zeebank.
banket. Het ziet er een beetje uit als zeebanket, maar dan in de vorm van een schaap en een eend. Helemaal fantastisch. Belgische chocolade, €2,95. Nou jongens, ik ga er even snel doorheen hoor. Maar mocht je nog een sjaal willen breien, ook al is het niet zo koud. Of misschien een beetje leuk van zo'n warmetje voor zo'n ei voor Pasen. Dat kan je hier heel leuk van breien. €0,89. Deze vrolijke vriend stond dus al een tijdje naast mij te dansen. Het is een solar figuur voor €0,99. Hier word je toch blij van. Nou, ik heb nog heel veel paashuisdieren geshopt eigenlijk. Deze gezelligerd heeft een lampje. Oh, kan ik dat eruit trekken? Oh, kijk, kijk. Een kuiken met een lampje. Wat kost jij? Het is een paashaaskuiken ledbal voor €0,99. Oh, dit is natuurlijk niet een paashaaskuiken. Dit is een kuiken en ze hebben hem ook in een paashaas. Oh ja, dit is wel een favorietje. Ik vind dit dus echt fantastisch. Dit is een set om je ei te versieren. Dit is toch geweldig. Ik heb al 10 keer geweldig gezegd, maar ik vind het ook echt heel leuk. Kijk, dan is dit je ei. Dan geef je hem oogjes en een mutsje. Love it. Ik wil mijn ei elke dag zo. Jongens, ik heb het opgegeven. Het bonnetje gaat de deur uit. Ik zet hieronder in de beschrijving wat het allemaal kost. Dan kan je zelf zien of je favoriete product nog minder kost dan je in eerste instantie had gedacht. Next. Een fles met brandgel. Dus dit is voor in de kaars, in de haard. Wie het gebruikt, die herkent het vast. Oh, lekker snacken. Tuk tuk. Dit zijn de klassieke varianten. En er zitten 3 stuks in. 3 stuks, noem je dit? 3 pakjes. Ik heb zoveel dat ik niet over alles iets gezelligs kan vertellen. Oh, deze is wel echt heel leuk. Dit is een verkleedset voor kleine kindjes in de vorm van een kuikentje. Met Pasen brunchen met je eigen paaskuiken. Hoe lief is dit? Vinden jullie dit geel? Ik vind het geel, maar het neigt een beetje naar oranje. Dit is een opvouwbare rugzak. Dus hij is heel erg licht van gewicht. Handig voor je koffer. En als je dan een uitstapje gaat maken op vakantie, dan heb je deze. Voor de kleine kindjes, die zijn hier helemaal gek op. Het is super elastische poetie, dus waar ze lekker in kunnen knijpen. En het heeft de geur van vanille, dus daar ben ik wel echt heel benieuwd naar. En jongens, zoals jullie weten, al deze producten gaan naar het goede doel. Hè? Dus die komen goed terecht. Niet dat ze bij mij in de kast belanden. Oeh, dit is echt heel lekker. Leuk, het voelt apart. Om in de vanille sferen te blijven, dit is een vanille geur. Hoe noem je dit? Parfum diffuser. Ik ben een beetje afgeleid, want ik zie ineens allemaal bolletjes hierin zweven. In het reisschap ging ik eigenlijk wel lekker. Daar kwam ik heel veel dingen tegen die ik zelf heel erg leuk vond. Dit is een bagagelabel en daar staat dan op Do not touch my luggage. Maar ze hadden hem ook in allerlei andere varianten. Tadaa! Deze heb ik al een keertje gehad, maar dan in... Volgens mij was het een beertje. Dit is dus een microwavable hug. Dus je kan deze in de magnetron doen en dan mee knuffelen. Zo lief. Ik heb er weer eentje voor Pasen. Deze gezellige servetten met kuikentjes. Het zijn van die fluffy, van die dikke servetten. Die vind ik persoonlijk altijd extra mooi. Nou, lekker. We hebben de vaart erin. Ik doe nog een paasproduct. Dit zijn rietjes. Met hele leuke paasfiguurtjes eraan. En ze hebben van die honeycombs daaraan. Ik heb gelijk al de volgende vast. Dit zijn perfume cards. Waarom zeg ik dat nou in het Engels? Dit zijn parfum cards. En die hebben een geurtje. Die kan je in de kast hangen, in de auto, in je schoenen proppen. Deze ruiken naar vanille. Ik zou denken dat het naar citroen of zo moet ruiken als het geel is. Maar heel vaak is het dus vanille. 60 dagen lang geven ze een lekker geurtje af. Ja, alles wat geel was, is... moest mee. Dus ook deze gezelligerd. Een mandje van Vilt. Dit is gewoon heel erg leuk voor de kindjes om paaseitjes te zoeken. Oh ja, deze. Leuk. Dit zijn dus gewone bekers. Maar die hebben zo'n leuk konijntje wat je er omheen kan schuiven. Die moet je wel even in elkaar zetten. En deze kan je trouwens hergebruiken. Dus deze kan weg en deze bewaren. Helemaal leuk. Met deze leukert had ik hier dus heel veel lol al in de winkel. Kijk nou, ik ben dus dol op rare pennen of zo, blijkbaar. Want ik heb ze al vaker in de shoplogs gehad. Nou, deze leuke voor Pasen. Ik heb dus ook nog een aantal paasfiguren uit de winkel geadopteerd. Mini kuikentjes in een eierschilletje en hier in een mandje. Ja, ik ben dus fan van alles wat schattig is. Ik vind alles al heel snel schattig. Ik weet niet wat ik ermee moet, maar ik vind ze wel heel lief. Ja, dit is misschien geel wat ruim geïnterpreteerd. Maar het is lichtgeel, jongens. Dit is een cognacspons. Als je deze nat maakt, wordt hij dus zacht. En het is 100% natuurlijk materiaal. Hij is ook geschikt voor de gevoelige huid. Dat zou je misschien in eerste instantie niet verwachten. Dit is dus gemaakt van de wortels van een cognacplant. Ja, ik was dus heel gelukkig toen ik deze tegenkwam. Want ik heb deze al vaker gegeten. En dit is een van mijn favorieten. Deze is echt
mega lekker. Denk chocolade, Oreo, van die bananensnoepjes en dat allemaal in één. Dit is echt genieten. Ik heb nog energierepen geshopt en een ballonnenpomp. Dit is een Hatchimal bruisbal, geloof ik. Of eerder een bruisei. Hier zullen de meningen dus over verdeeld zijn. Ik vind dit zo lelijk dat ik het mooi vind. Ik vind het echt een geweldig lelijk ei. Ik zou dit in mijn huis zetten. Hij glimt, parelmoer. Ben jij team ei? Of zou je dit never nooit in je huis zetten? Laat het me weten in de poll. Jongens, waar zijn mijn M&M's gebleven? Oh my god, nee. Dit weet ik niet. Is het een hele nieuwe tas? Ik dacht dus dat ik hierna klaar was, maar ik heb nog een hele tas. Dit is echt niet normaal. Oké, ik zet even de vaart erachter, want er is zoveel nog te laten zien. Ik doe even snel. Oordopjes, geel, gele verf, kaarsen in verschillende afmetingen. Leuk voor de kleintjes. Een placemat met emojis erop. Oh ja, een paastafelkleed. Lastig praten. Een paastafelkleed. Super vrolijk. Helemaal leuk. Badzout. Met Disney figuurtjes. Ze hadden ook hele ik ga mijn spraakgebrek is terug. Badzout. In hetzelfde schap vond ik dit. Cosmopolitan Cocktail Party. Dit is ook badzout. Maar ik ben wel echt heel benieuwd hoe dit dan ruikt. Dus dit is een beetje badderen in een cocktail. Oh ja. Een sleepkabel. Je hoopt het nooit nodig te hebben. Maar stel, dan hebben ze het bij Action. En het is ook niet duur. Het viel mij echt op dat dit maar €3,98 of zo kostte. Nogmaals, alle prijzen staan dus in de beschrijving dit keer. Dus als je iets leuks hebt gezien, dan kan je het zelf opzoeken hieronder. Succes! Dit is bananenlippenbalsem. Die heb je waarschijnlijk al gezien in een andere shoplog. Voor ruiken natuurlijk. Oh ja, dit ruikt wel echt heel lekker naar banaan. Hij is helemaal transparant, dus ik kan het prima over mijn lippenstift aanbrengen. Nog een favorietje van mij. Dit is trouwens een A-merk. Miss Sporty Mascara Studio Lash Volume Mascara. Ik kom er even op terug, want deze heeft van die siliconen dingetjes. Of weet je als... Ik ben ook geen beauty vlogger, dus ik kan hier niks zinnigs over zeggen. Kutteam dagcreme. Eerlijk is eerlijk, jongens. Ik gebruik veel te weinig dagcreme. Ik doe factor 50 elke dag op en iets onder mijn ogen. Maar die rimpels die komen toch wel. Dus handig is het wel. Of het werkt, ik weet het niet. Een van mijn favorieten. Toevallig was hij geel. Dit is Batiste droog shampoo in de geur Tropical. Ja, ik ga het niet doen, want dan is het hier één grote witte wolk. Dit gebruik ik, denk ik, 6 van de 7 dagen in de week. Ik neem deze even samen, want dit is geen set. Die koop je dus niet samen, maar ze horen wel bij elkaar. Dit is heel licht geel, dus ik hoop dat je dat ook zo ziet op camera. Een etuietje met oogjes. En dit is dus een heel lekker zacht boekje. Lekker aaibaar boekje. Deze heb je al gezien in de shoplog van Elma en Annemarie. Dus deze bordjes kan je daar bekijken. Nou, wat een leukie is dit. Het is een beeld. Nou, het ziet er eigenlijk wel heel erg gedetailleerd uit. Ik vind het verschrikkelijk. Ja, vrolijk is hij wel. Deze vond ik zelf heel erg leuk. Het zijn chocolade paaseitjes in een heel leuk potje. Met op het dekseltje dus een konijntje of een schaap of... Het was nog meer een kuikentje. Heel leuk voor de kids, maar eigenlijk ook gewoon leuk voor iedereen. Vind ik, want ik word er persoonlijk ook blij van. Favorietje, ik ben namelijk heel erg fan van Zwitsergeur. Ook al heb ik geen kindjes. Ik was mijn kleding met wasmiddelen van Zwitser. Dit is shampoo. Hebben ze dus ook gewoon bij Action voor echt een goede prijs. Ik ga er even in sneltreinvaart weer doorheen. Fanta, kennen we allemaal, verkoopt Action ook. Een lievelingetje van mij. Dit is Nesquik. Chocolademelk dus. 30% minder suiker. Dus hier ben ik heel erg benieuwd naar. Deze doe ik even allemaal in één keer. Want dit is een hele bubs met allerlei handige dingetjes om schoon te maken. De bekende Action doekjes. WC-verfrisser of wat is het? Ja, gigapack. Ja, het is wel een gigapack inderdaad. Sponsjes. Dikke bleek. Ik ben dus niet zo'n poetser. Ik kan mijn tijd wel beter besteden of leuker in ieder geval. Nee, lijkt het net alsof het heel vies is bij mij thuis. Maar dat is niet het geval. Ik ben alleen niet zo'n poetsfan. Dus als iemand tips heeft om het leuker te maken, let me know. Wie viert de carnaval? Als je carnaval viert, ben ik heel benieuwd hoe je verkleed gaat. Deze party tights, party panty, komt van pas bij een vrolijke outfit. 60 denier. Dus hij gaat wel heel carnaval mee, denk ik. Ik heb even twee creatieve productjes verzameld. Dit zijn veertjes, dus leuk om mee te knutselen. Elise, misschien kun jij hier iets mee maken. En ik heb hier fondant. Dus dat is om lekkere paaslekkernijen te bakken. Oeh, dat is eigenlijk ook een soort van stressblok of zo.
Deze kennen we allemaal wel. Hoe lang bestaat dit wel niet? Volgens mij gebruikte ik dit vroeger ook in de jaren 90. Oh mijn lord. Knip dit eruit. Dan weten mensen hoe oud ik ben. Oh ja, sorry. Voor degenen die het niet weten. Dit is dus gel. Extra sterke styling gel. Ja, hij heeft echt zo'n typisch geurtje. Ja, hij gaat wel heel lang mee en hij doet zijn werk. Dus het is een topproduct. Maar voor mij best wel een beetje nostalgisch. Oké, nog in het thema snackies. We hebben hier noedelsoep. Is het noedelsoep eigenlijk? Chicken Mr. Noodles. Instant noodles, maar je kan er ook noedelsoep van maken. En dat weet ik omdat ik dit iets te vaak eet. Een semi-gezonde lekkernij. Mix van gedroogd fruit met noten. Omhuld met melkchocolade. Wist jij dat Action dit verkoopt? Ik dus niet. En ik ken het assortiment best goed. Hoestdrank voor alle soorten hoest. Het is siroop met honing en tijm. Dus ik hoop dat die ook nog een beetje lekker smaakt. Nou, ik ga het niet drinken nu, maar ik ben wel benieuwd hoe het ruikt. Kinderslot. Dat is altijd een uitdaging. Oh mensen. Jongens, ik krijg niet eens het kinderslot ervan. Laat me zitten. Ik geef op. Deze had ik eigenlijk net moeten laten zien. Dit is hair color voor carnaval. Of nou ja, gewoon als je met geel haar door het leven wil. Oké, ik heb dus hulp. waar moet ik dit laten? Even hier zo. Kan dat er overheen? Ik doe maar wat, hè jongens. Ik ga proberen. Is mijn haar nu geel? Oh mijn god. Hallo. Oké, ik heb gelijk ook hele gele vingers en denk nu ook een geel gezicht. Maar ik ben altijd wel in voor een experiment, dus ik hoop dat het top staat. Dit experiment is niet helemaal goed gegaan. Ik zit helemaal onder de geel. Leuk als je voor Billie Eilish wil spelen met carnaval bijvoorbeeld. We doen het ermee. Decoratief paasei. Nee, wat is dit? Decorate your own egg. Dit is super leuk om de kids te geven met Pasen. Houd ze ook weer even bezig. Oh, hè? Er zit een sleutelhanger in. En hartjes. En een kuif. Gezellig. Oh ja, dit ding kwam ik in de voorbijgang tegen. Dit voelt dus heerlijk. Ja, ik ben een beetje inspiratieloos, want ik ben nooit zo goed in kinderspeelgoed. Maar ik denk dat kids dit echt geweldig vinden. Want het is een squishy, maar dan echt uit de kluiten gewassen. Dit is ook echt een topper. Dit is namelijk een Despicable Me, of hoe heet dat in het Nederlands? Verschrikkelijke ikke. Elektrische tandenborstel van Colgate met Minions erop. Bevat twee verwisselbare AAA-alkaline batterijen. Superleuk om kinderen hun tandjes mee te laten poetsen. Dan vinden ze het ineens wel leuk. Dit is een sportarmband en dan kan je je telefoon meenemen tijdens je workout. En hij heeft ook een speciaal vakje voor je sleutels. Ik ben iemand die het heel lastig vindt om licht in te pakken. Dus deze weegschaal is echt aan mij besteed. Het is een digitale bagageweegschaal. Dus je hangt er zo je koffer aan en dan staat hierop hoe zwaar die is. Ik ga hem gelijk uitproberen voor dit weekend. Ik ga op vakantie. Ik heb nog een gezichtsmasker. Hij is gemaakt in Korea en daar zijn ze echt super goed in gezichtsmaskers en gezichtsverzorging. Dus ik ben heel benieuwd. Conclusie. Heftig. Je wordt er wel heel erg vrolijk van al deze gele producten. Ik heb heel veel dingen gezien die ik echt normaal nooit in mijn mandje had gegooid. Dus dat vind ik echt extra leuk. Jullie hebben vorige keer heel enthousiast gereageerd op de roze video. En daaronder ook al jullie reacties achtergelaten. Met welke kleuren we nog meer moeten doen. Daar kwam ook panter en luipaardprint voorbij. Dus dat gaan we zeker nog een keertje doen. Wil je dat niet missen? Dan moet je even abonneren. Zeker doen. Laat een duimpje achter. En een berichtje. Dat vind ik heel erg leuk om daar ook op te reageren. En dan hoop ik je heel snel weer te zien. Heel raar handje. Oké, ik zie jullie de volgende keer heel graag. Doei doei!